Hoi, ik ben Robin en ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe nail art. Deze nail art is speciaal voor de tienerdag. Het thema van de tienerdag is 1001 nacht en daarvoor heb ik een nail art gemaakt. Het is met goud en roze en het is heel erg makkelijk, maar wel leuk. Dus ben je benieuwd hoe je deze leuke nail art kan maken voor de tienerdag of gewoon een andere gelegenheid? Blijf dan gewoon zeker verder kijken. Wat heb je nodig? Een roze nagellakje, 2 goudtinten en gouden glitters. En dan heb je ook nog een sponsje nodig. En dan kan je gaan beginnen. Je lakt eerst al je nagels in een roze kleur. Dit heb ik al gedaan, dus we kunnen meteen verder gaan. Dit is de eerste goudtint. Je brengt het aan hier aan de bovenkant. Je doet een beetje van de eerste goudtint op een sponsje. En dan sponge je dat gewoon op je nagels. Dan neem je hier dezelfde kleur en dan breng je het aan de bovenkant. Dan nemen we onze tweede goudtint. Of je kan ook gewoon een andere soort van glitter gebruiken. Die gaan we gebruiken aan de top van onze nagels. Echt alleen aan de bovenkant. Ik heb een wattenstaafje in nagelremover gedoopt en nu kan ik de nagellak dat op mijn huid zit verwijderen. En dan de laatste stap zijn de gouden glitters. Die breng je gewoon er overheen aan. En dan ben je klaar. Dus zo maak je deze test in 1008 nail art. Het is super makkelijk, snel te doen. Ik had het leuk vonden. Het lijkt me super leuk als je dit allemaal gaat dragen naar de tienerdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!